Squash Almere heeft zaterdag de finale van de mixteamscompetitie gewonnen. In Utrecht werd Metz Amsterdam met 17-12 verslagen. De mixteams is een competitie waarin heren en dames samenspelen. En het wordt gezien als een belangrijke prijs. Ja, dat denk ik wel. Je zal toch een soort beker moeten zien bij het voetbal. Het is een prijs en dat is mooi. En Tony gaat altijd voor prijzen, Tony Schwab. Het is inderdaad een prijs. De Eredivisie staat vooraan. Maar het leuke is dat het gemixt is. De damespartijen, herenpartijen en dan ook nog de dubbels erbij. Dus dat maakt het dan wel weer extra leuk, zeg maar. Ja, ik wil altijd winnen. Dan is het belangrijk dat wij hebben gewonnen. Maar ik ben blij dat we hebben gewonnen, maar het is geen wereldtitel of zo. De winst was zwaar bevochten, want na 6 partijen was de stand nog volledig in evenwicht. En dus kwam het aan op de dubbelpartijen. Natalie Gwinnem wist met haar partner te winnen, waarna Lucas Buit en Daniel Lagerwaard het beslissende punt pakten. Routinier Buit moest daarvoor ook nog een singlepartij spelen en dat hakte er flink in bij de 50-plusser. Ik ben over 2 weken 52, je hebt gelijk. Ik heb hier wel een paar dagen spierpijn van. Dit ga ik wel een tijdje voelen, maar dat hoort erbij. Je kunt met squash gewoon heel diep gaan en als je dan eerst singelt en dat duurt al een uur die partij, moet je nog dubbelen en dat duurt ook nog 3 kwartier. Dat is pittig, maar wat ik zei, de overwinning vergoedt veel. Nu de mixteams titel binnen is, kan mijn manager Tony Swaap de focus op de Eredivisie. Squash Almere promoveerde dit seizoen onverwacht naar het hoogste niveau van Nederland. En dus is er werk aan de winkel. Als ik heel eerlijk ben, we zijn natuurlijk vrij onverwachts gepromoveerd. Vorig jaar speelden we nog tweede divisie, via dispensatie naar de eerste divisie. Vervolgens promotie naar de Eredivisie. Een jaar geleden hadden we dit kunnen dromen. Dus we zijn, wat dat betreft moeten we eigenlijk weer beginnen. De mixcompetitie was even afwerken. Klaar nu. En nu ga ik eigenlijk druk aan het werk om goede sponsors te vinden. Mensen die onze club willen steunen. En dan gaan we bouwen aan een goed team. Wat misschien net zoals in het verleden weer kan leiden tot een landskampioenschap bij Squash Almere.